Ik wil jullie van harte welkom heten bij deze tweede webinar over inclusief onderzoek doen. Het is de tweede webinar in een reeks van drie. Mijn naam is Tessa van Loenen en ik ben onderzoeker bij VAROS. En allereerst zou ik jullie willen vragen om in ieder geval je microfoon even uit te zetten tijdens deze sessie. De sessie wordt ook opgenomen. Dus wil je per ongeluk niet in beeld komen, zet dan vooral ook even je camera uit. Heb je tijdens de webinar een vraag? Stel die dan gerust in de chat. We proberen ofwel de vragen in de chat alvast te beantwoorden. En we proberen ook enkele vragen plenair te beantwoorden. We zijn ontzettend blij dat er weer ontzettend veel, bijna 100 mensen bij deze webinar zijn, ondanks het schitterende mooie weer buiten. Toch wel aangeeft dat het belang van inclusief onderzoek wel draagvlak heeft. Dat belang, daar ging onze vorige webinar over. Als je die nog niet hebt gezien, dan is die terug te kijken op de website van VAROS. Maria van den Muizenberg, hoogleraar, ook verbonden aan VAROS, die vertelde in die webinar over dat belang van inclusief onderzoek doen. En ze gaf haar belangrijke redenen. En dat waren er in ieder geval twee. Enerzijds die sociale rechtvaardigheid. Hè, dat iedereen in deze maatschappij mee zou moeten kunnen doen op datgene wat hem of haar aangaat. Dus ook inclusief onderzoek, ook onderzoek en wetenschap. En het tweede ding, wat ook heel belangrijk was, wat ze noemt, is dat je uitkomsten van je onderzoek wellicht gewoon niet gelden. Hè? Het zou moeten gelden voor de groep die jij wil onderzoeken. En als je mensen dus niet meeneemt, dan geldt dat niet voor de groep die jij wellicht wel zou willen onderzoeken. Maar dan, als dat belang gedragen wordt, dan kom je op de vraag hoe. En we hebben jullie van tevoren gevraagd om een vraag ook aan ons te stellen in het aanmeldformulier. En de meeste vragen die binnenkwamen gingen over dat hoe. En met name hoe betrek je mensen, hoe bereik je mensen. En daarom hebben we deze hele webinar over die vraag, om die vraag heen gebouwd. Straks zal Majori de Been in gesprek gaan met twee onderzoekers van VAROS. En zij zullen vertellen hoe zij in hun onderzoek mensen bereiken en betrekken en wat zij daarvoor doen. En daarna zal mijn collega Chandra Verstappen het bredere verhaal van bereik en betrekken van wat moeilijker bereikbare doelgroepen in onderzoek wat verder vertellen. En zij zal jullie van tips voorzien en hopelijk ook inspireren om dat in je eigen onderzoek te doen. Ik wens jullie voor nu veel kijkplezier. Nogmaals, heb je een vraag, gooi die dan vooral in de chat. En dan geef ik graag nu het woord aan Majori. Ja, dankjewel Tessa. Mijn naam is Majori de Been. Ik werk als programmamanager bij VAROS. Ik ben opgeleid in de sociale wetenschappen. En ik mag Judith Jacob uitnodigen. Hallo Judith, voor een gesprekje. Judith werkt als onderzoeker bij VAROS. En Judith, jij doet veel onderzoek onder nieuwkomers, dus mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn. Daarnaast werk je overigens ook als trainer bij VAROS, dus je geeft ook veel trainingen. Dat onderzoek onder nieuwkomers, dat gaat ook vaak over moeilijke onderwerpen eigenlijk, of taboe onderwerpen, seksualiteit, vrouwelijke genitale verminking, zwangerschap. Dat zijn niet de eenvoudigste thema's. En je hebt onder andere onderzoek gedaan naar ongewenste of ongeplande zwangerschappen bij Eritrese jonge vrouwen. Hoe heb je dat onderzoek mijn eerste vraag is eigenlijk, wat was het doel van het onderzoek? Wat was de achterliggende reden van dat onderzoek? De achterliggende reden was dat verloskundigen regelmatig ook bij VAROS aanklopten en zeiden van we kunnen deze vrouwen eigenlijk moeilijk of slecht bedienen. In de zin van dat vrouwen laat in zorg kwamen. Eenmaal in zorg zagen ze ook dat ze dus onvoldoende voorbereid waren op de bevalling, maar ook gedurende de hele zwangerschap laaggeletterd waren. Dus veel dingen niet begrepen. En soms had dat hele grote gevolgen. Ja. Ja. En hoe heb je dit
hoe ging je te werk? Hoe introduceerde je dit thema bij vrouwen? Je bedoelt om ze te vragen of ze mee wilden doen aan het onderzoek, hè? Ja. Ja. Ik heb me aangesloten bij voorlichtingen die op dat moment aan vrouwen werden gegeven over de geboortezorg in Nederland en je goed voorbereiden tijdens je goed voorbereiden de zwangerschap ingaan, maar ook de bevalling ingaan. En daar heb ik eigenlijk door gewoon daar wekelijks aan te sluiten, raakten de vrouwen eigenlijk al gewend aan mij en ik ook al gewend aan hen. En natuurlijk zijn er ook dan altijd een groep vrouwen die dan niet daar zijn, maar dan hoor je dus dat er nog meer zwangeren zijn die dus niet naar de bijeenkomsten komen. Dus dat is ook iets belangrijks wat je in het achterhoofd moet houden. En eigenlijk vanuit daar ben ik te werk gegaan om de vrouwen te spreken. Ja, dus je hebt eigenlijk eerst gewerkt aan dat vrouwen jou leerden kennen. Ja. Een beetje vertrouwen in je kregen, want je vertelde me ook over argwaan bij bepaalde groepen. Als het gaat om onderzoek doen, kun je daar wat over vertellen? Was dat ook in dit onderzoek zo? En hoe neem je die argwaan weg? Het gaat niet zozeer alleen over onderzoek doen, maar het gaat er eigenlijk al als je al tegenover zo'n vrouw zit en je zit met je vragenlijst, dan is er al bijna per definitie altijd argwaan. Omdat ze denkt van, ik weet niet waarom je die vraag stelt, ik weet niet met wie je die vraag bespreekt, ik weet niet aan wie je deze antwoorden doorgeeft. Ik weet ook niet waarom jij mij deze vraag überhaupt stelt. Ook dat soort vragen gaan er al vaak door, in dit geval dan door Eritrese vrouwen heen. Maar ook weten we vanuit vluchtelingen dat ze niet zo'n goede ervaring hebben met instanties of instellingen. Instellingen zijn altijd vanuit hun perspectief verbonden aan de overheid. En ze zijn ook vaak weggevlucht voor een overheid. Dus het niet weten hoe die instellingen en organisaties samenwerken, maar ook hoe de informatie dus wel of niet wordt doorgegeven, zorgt al dat mensen eigenlijk echt met een bepaalde spanning tegenover je zitten. En dan heb je ook nog de verschillende communicatiestijlen, wat ook niet meehelpt, zeg maar. Dus het direct tegen indirect, dat soort dingen, ja. Ja. Dus als onderzoeker heb je ervoor te zorgen ook dat je een brug slaat tussen wat jij aan het doen bent en wat die vrouwen ervaren op dat moment. En hoe neem je, kun je vertellen in dat onderzoek naar ongewenste zwangerschappen, hoe heb je vrouwen gerustgesteld of hoe heb je dat toegelicht waar jij mee bezig bent en waarom het belangrijk is dat zij meedoen? Ja, ik werd dan bijvoorbeeld al geïnformeerd over deze vrouw wil niet zwanger zijn of deze vrouw is zwanger geworden vanuit de verkrachting, bijvoorbeeld soms al. En natuurlijk komen dat soort verhalen niet zomaar bij die zorgprofessional terecht, maar het was niet altijd ook het verhaal van de vrouw. Dus ik ging daar gewoon zitten met van, dus eerst echt proberen contact met haar te maken van hoe gaat het, hoe ervaart ze de zwangerschap, voordat ik überhaupt al richting de vraag vind, is dit gewenst, is dit gepland, is dit, wat is het eigenlijk voor jou en hoe kijk je er tegenaan? Dat soort vragen kwamen wel veel later. Dus ik heb vooral tijd geïnvesteerd op waarom het belangrijk was dat we dat onderzoek deden. En daar hadden ze ook vaak, konden ze dat heel goed begrijpen. En de reden daarvoor was dat er ook dus heel veel complicaties waren tijdens de bevalling bij die vrouwen, maar ook tijdens de zwangerschap. En dat erkenden ze ook allemaal, dat ze zich niet begrepen voelden, dat ze veel verhalen hoorden van andere vrouwen waarbij het net goed ging of niet goed ging. Dus dan heb je al een bepaalde urgentie of noodzaak bij hen al. Dan zit je al op hetzelfde niveau van dit is belangrijk dat we hiernaar vragen. Maar dan is het dus ook, dan is de volgende stap, jij bent belangrijk. Jouw antwoord is hierin belangrijk en dat van jullie allemaal. Ja. Omdat we hier heel weinig over weten. Ja, ja, ja. Ja. En vind je het ook belangrijk dat zij iets terug ontvangen? Dat heb je me ook eerder, hè? Hadden we het daarover. Van, je komt iets halen. Ja. Maar dan moet je misschien wel eerst iets brengen.
Ja, jij komt vooral iets halen op de lange duur. Ga je ook iets geven, althans dat is wat je hoopt. Maar je moet wel vooral ook, jij komt vooral informatie halen. Dus het uitleggen waarom het belangrijk is, dat helpt al. Maar ook de tijd nemen als op een gegeven moment het niet loopt volgens jouw planning. Dus als opeens vragen niet behandeld kunnen worden, omdat iemand ergens anders veel meer aandacht aan besteedt. En wat jij vooral ook moet brengen is het contact. Dus ik zeg ook heel vaak, heb ik ook geleerd van eerst contact voor contract. Dus je bent daar niet vanuit je contract als hulpverlener of onderzoeker of wat dan ook, maar je bent daar als mens. Dus je moet eerst dus ook als mens contact maken. En als dat eenmaal lukt, dan zijn mensen ook vaak veel meer bereid om meer te zeggen. Maar dan kom ik wel op een tweede stap. Dan is tijd is dus een soort van een boosdoener. Dus je moet meer tijd investeren vaak. En je moet echt vragen verhelderen vaak. Van als ik dan iets vraag, dan zeg ik ook van, nou, de volgende. Ik probeer ook een vraag in te leiden soms. Van de volgende vraag die eraan komt, kan best gevoelig overkomen. Dat je ook mensen meegeeft dat ze ook een vraag niet hoeven te beantwoorden. Hè? Dus dat er een vraag komt over bijvoorbeeld hoe ben je zwanger geraakt of ben je blij met deze zwangerschap? En dat je ook uitlegt waarom je die vraag stelt. Dus die vraag moet niet zomaar uit de lucht komen vallen, eigenlijk als het ware. Mensen moeten daar ook zich een beetje op voorbereid bent. En jij moet je er bewust van zijn dat jij een vragenlijst hebt, jij weet wat je wilt vragen, maar dat diegene tegenover jou eigenlijk er blind in zit. Die weet totaal niet wat er op hem of op haar afkomt. En daar moet je mensen ook in helpen om die transitie met jou mee te maken, zeg maar. Ja, Ja. het is echt je gaat echt een verbinding aan. Ja, je moet ze echt meenemen. Bijvoorbeeld, een van de makkelijkste vragen waar veel verloskundigen bijvoorbeeld last van hadden was: waar woont je vriend? Nou, dan zou je denken, dat is een hele simpele vraag. Maar dan zij denkt, ja, maar misschien vertelt ze dit wel aan de IND. Wij wonen nog niet samen. Heel veel andere vragen komen bij haar op waarom ze eigenlijk geen antwoord wil geven op die vraag. Dat je dan eens uitlegt van ja, dat hebben wij nodig. Ja. Omdat als jij gaat bevallen, misschien ben je bij je vriend en dan kan ik je niet bereiken. En dan denkt die vrouw, oh ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk moet zij dit weten. En dan, soms zijn de simpelste vragen, zitten voor mensen heel veel andere redenen achter waarom ze eigenlijk al die argwaan hebben of niet het antwoord willen geven op de vraag. Ja. Ja. Dus je moet eigenlijk als onderzoeker proberen te begrijpen waarom mensen. Ja, eigenlijk proberen de situatie van mensen proberen te begrijpen. En je in ieder geval van bewust zijn dat jij eigenlijk ook een soort van blind dat gesprek ingaat. Want je weet niet precies wat er in het hoofd van de ander omgaat. Ja, En de reden ja. is om een vraag niet te beantwoorden. Ja. Dus om een beetje op hetzelfde niveau te zijn, moet je dus uitleggen waar komt die vraag vandaan en waarom is die vraag zo belangrijk voor jou als onderzoeker? Ja, precies. Ja. Voordat ik verder ga met het gesprekje met Faya, nog één vraag, Jodit. We hebben het nog niet echt over de werving gehad. Was dat voor jou in dit onderzoek ook moeilijk om respondenten te vinden, om voldoende vrouwen bereid te vinden om het gesprek aan te gaan? En wat heb je daarin ervaren? Ja, het is altijd iets moeilijker, dat is gewoon zo. Maar het is niet onmogelijk. En je moet vooral aansluiten bij de belevingswereld van de mensen die je probeert aan te sluiten. Dus waar komen ze samen? Met wie komen ze samen? Wie zijn voor hun vertrouwenspersonen? Kan je daar een band of in contact mee komen? En ook dus in contact komen met de doelgroep? En als je eenmaal dus bijvoorbeeld één of twee respondenten hebt gesproken, dan is het soms nog makkelijker, omdat je dan steeds vraagt: hey, wie zouden hier nog meer in geïnteresseerd kunnen zijn? Wie zou ik nog meer kunnen spreken? Dus dan ga je meer vanuit zo'n sneeuwbaleffect-methode proberen te werven. Maar ook vooral op plekken zijn waar de doelgroep bij elkaar komt. En constant denken, maar zit hier de hele doelgroep? Of zijn er ook bepaalde groepen die ook niet bij dit soort settings komen. En daar moet je dan proberen achter te komen in gesprek met de anderen. En hoe kan je hen dan ook nog bereiken om het zo inclusief mogelijk te maken? Ja, dus ook daarvoor geldt weer dat je er tijd voor moet nemen. Ja, het kost wel meer tijd. Ja. Ja.
Dankjewel, Judith. Ik kom zo meteen nog bij je terug. En ik heb begrepen dat Faya Hemke inmiddels ook aangesloten is. Goedemiddag, Faya. Vanuit je huisartsenpraktijk in Overvecht sluit je even aan bij ons. Welkom. Jij werkt als huisarts in Overvecht en je doet promotieonderzoek bij FAROS. Dat is een vorm van participatief onderzoek in 3 wijken in de regio Utrecht. Kun je iets over je onderzoek vertellen? Wat is je onderzoeksvraag? Wat is je onderzoeksopdracht? Ja, de opdracht is eigenlijk om te kijken naar mensen met chronische stress in die 3 achterstandswijken. En eigenlijk te kijken van hoe kunnen we deze mensen nou op wijkniveau goed bedienen? En hoe kunnen we samenwerken met professionals in de wijk, zowel het medische als het sociale domein. En ook met bewoners zelf. Dus wat hebben zij nou echt nodig? En het is heel actiegericht, dus echt heel erg vanuit die professionals en die bewoners. Ja, en waarom dat participatieve en actiebegeleidende onderzoek? Waarom heb je daarvoor gekozen, niet de meest eenvoudige weg? Ja, ik denk uiteindelijk omdat dat heel erg bij mij past, veel meer dan een onderzoek doen wat meer datagericht is. En hoe betrek je in die wijken de bewoners bij je onderzoek? Want je hebt die inwoners nodig om ergens te komen om informatie te krijgen over wat er nodig is in die wijk. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Ja, wat eigenlijk op 2 manieren. In eerste instantie wel interessant was het onderzoek. Was natuurlijk onderzoeksvoorstel geschreven, Geld van Zon en Wee. En daarin stond heel erg de samenwerking met bestaande organisaties in Utrecht die dus bewonersparticipatie doen. Zoals Stichting Allemaal of Panel Meetellen is dat dan in Utrecht. Dus in eerste instantie begonnen we daar. Maar hoe meer ik gaandeweg het onderzoek, ik ben nu 2 jaar bezig, in die wijken kwam, hoe meer ik merkte dat die wijken eigenlijk hun eigen mensen uit de wijk wilden. Want het was, ja, je gaat op zoek naar oplossingen uit de wijk. Dus je wil ook dicht bij de mensen uit de wijk blijven. En zijn we veel meer eigenlijk dat stedelijke los gaan laten of aan het loslaten en aan het bewegen naar oké, welke bewoners kunnen dan meedenken. En dat doe ik eigenlijk heel erg via professionals. Dus bijvoorbeeld mensen van het, in 1 wijk zijn we rondom het thema stress en armoede bezig. En zijn mensen vanuit van eigenlijk het sociaal buurteam. Die hebben best wel ruimte en die kennen heel veel mensen uit de wijk goed. En hebben ook al die vertrouwensband. Dus die helpen dan mee met mensen werven. En dat is ook letterlijk soms ze uit hun bed bellen en ze betrekken. En, nou ja. Ja. En hoe heb je dat commitment van dat wijkteam, van die professionals, gekregen? Hoe zagen zij, want zij moeten ook de zin van dat onderzoek, zij moeten daar energie in willen steken. Zij moeten ook willen bijdragen. Hoe heb je daaraan gewerkt? Ja, het verschilt een beetje per wijk. In sommige wijken ben ik veel meer aan het trekken en sommige veel meer aan het volgen. En deze wijk was eigenlijk, deze vraag kwam ook heel erg uit het buurteam, die zelf heel erg mee zaten dat mensen met armoede en stress en schuldenproblematiek zo laat in beeld kwamen. Dus ze zeiden, wij willen dat beter begrijpen. En toen hebben we gezegd, leuk, dan gaan we dit onderzoeken en dan gaan we hiermee aan de slag. En in andere wijken zijn we ook wel heel erg vanuit de wijk gaan kijken van wat is nou hun vraag. En dan, ja, als het vanuit professionals komt, dan vinden ze het alleen maar leuk om er energie in te steken als het echt hun eigen interesse heeft. Dus ja. die kunst is het de hele tijd. En, wat is precies de kunst? Nou ja, echt aansluiten bij de professionals. En te zorgen dat je hun mee hebt. Want ja, als je hen mee hebt, dan is het zoveel makkelijker om bewoners ook weer te betrekken. Dus jij moet als onderzoeker eigenlijk steeds kunnen vertellen waarom. Waarom doen we dit? Waarom stop jij hier energie in? Wat gaat het jou dan opleveren? Ja, maar ook vragen. Wat wil je dan dat het oplevert? Dus ja, het is een constant spel wat ik ook soms beter dan de andere keer in de vingers heb. Maar van volgen en leiden. En dat ja, is ja, heel leuk, ja, en heel spannend soms. Ja, en net als Judith gaf jij aan toen we hier vorige week over spraken. Van ja, je moet wel ook steeds richting die respondenten of inwoners die meedoen aan je onderzoek.
duidelijk hebben, what's in it for them? Wat levert het de respondent op? En Jodet had het natuurlijk over contact voor contract. Maar jij zet ook financiële vergoedingen in. Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou ja, ik heb het met mensen over armoedeproblemen en stress. En die stress die heel vaak door armoede komt. En ja, ik vraag ze wel hun tijd en soms reiskosten bijvoorbeeld. Dus ik heb, en dat was ook wel in het projectvoorstel ingeschreven hoor. Maar wel eigenlijk mensen die dus echt bewoner zijn en niet opgeleid. En je hebt tegenwoordig ook veel opgeleide ervaringsdeskundigen. Maar die betaal ik eigenlijk allemaal 15 euro per uur. En dat is vaak natuurlijk, dat vinden mensen heel fijn. Dan krijgen ze letterlijk gewoon een envelopje na een sessie. En daar is ook wel een interessante discussie van, moet je mensen nou bonnen geven of kan je ze geld geven? En nou, daar had ik vorige week een hele discussie over. En toen ben ik eens gaan rondvragen bij ervaringsdeskundigen. En je kan dus mensen, als ze toch een uitkering krijgen, mogen ze 170 euro per maand vrijwilligersbijdragevergoeding krijgen. Dus het is eigenlijk ook nog, het mag gewoon. Je mag mensen echt letterlijk gewoon betalen. En ik merk en ik vind het ook voor mezelf beter te verantwoorden als ik mensen geld geef in plaats van een bon waar ze, ja, misschien willen ze voor iets groter sparen of iets leuks en niet iets met een bon doen. Dus dat helpt heel erg ook. Ja, maar überhaupt dus, heb jij in je begroting van je onderzoek, is er geld vrijgemaakt voor een financiële beloning? Ja. En dat helpt jou ook om mensen te betrekken bij je onderzoek. En het geeft ook een zekere wederzijds belang. Hè? Of ja, jij komt iets voor mij doen, ik doe iets voor jou als onderzoeker. En dat maakt, ja, het voor jou ook makkelijker. Ja. Ik heb nog één slotvraag aan jullie allebei. En dan wilde ik Gudule vragen of er nog een vraag in de chat is. Maar mijn slotvraag voor jullie allebei, Jodet en Faya, is wat... ik weet van jullie allebei, jullie zijn niet bang voor verrassingen. En je zet een behoorlijke dosis lef in om het voor elkaar te krijgen. Wat is Jodet, eerst bij jou, wat is je belangrijkste advies aan andere onderzoekers die misschien koud watervrees hebben? Ja, dat je ook vooraf denk ik toch wel echt tijd even neemt om je in te leven in de belevingswereld van de mensen. Dus soms moet je daar wat langer nog, dat betekent dat letterlijk ergens door een wijk lopen of ergens echt een paar keer aansluiten, zodat je veel meer feeling hebt met wie zijn deze groepen mensen nou die ik zo graag wil interviewen of wil bereiken. Ja. Dus dat zou mijn advies zijn, echt aansluiten bij die belevingswereld en zo. En zo in de praktijk ook, zoveel mogelijk. Ja. Investeer in de relatie, ja. Leer mensen kennen. Ja, dankjewel. Faya, wat is jouw advies aan jonge onderzoekers, of al wat oudere onderzoekers, hoe dit voor elkaar te krijgen? Ja, sluit denken aan bij Jodet, ga het vooral doen. Ga die wijken in, ga mensen spreken en ook wees niet bang, omdat mensen het echt heel leuk vinden. Als je oprecht bent en tijd hebt, dan vinden mensen het heel fijn om hun verhaal aan je te vertellen. Ja. En dan breng je dus ook echt wat. Ook al breng je niet alleen maar geld, je brengt ook wat. Ja, ja, want vaak op een gegeven moment als die interne motivatie er is, dan doen ze het niet meer voor het geld hoor. Want ik had ook wel vergoeding, maar ze, op een gegeven moment blijven ze ook bijvoorbeeld, ik sloot dus altijd aan bij die voorlichting, blijven ze ook gewoon komen voor het persoonlijke contact en voor alle andere dingen die het hen oplevert. Ja, ja. Het is ook heel leuk vooral. Ja, 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 zeker. Gewoon niet met heel veel mensen praten. Wees nieuwsgierig. Ja, ja. Dank jullie wel. Gudule, is er een vraag in de chat aan Faya of Jodet? Ja, er zijn twee vragen. De eerste vraag sluit aan bij wat Jodet vertelde. En dat is de vraag van, werkte bij jouw onderzoek vragen stellen het beste of andere methoden? En de vragensteller vraag daarbij zich af of je bijvoorbeeld tekeningen hebt gebruikt of afbeeldingen. Je stelt altijd vragen, maar wat ik dan probeer te doen is steeds, als je 15 vragen hebt, er bijvoorbeeld echt te clusteren naar 3 of 4 vragen. Dus dat het er gewoon een gesprek wordt. Dus dat ik niet meer mijn vragenlijst eigenlijk erbij hoef te hebben. En misschien moet je 1 of 2 keer even tussendoor spieken, maar dat het echt meer een gesprek wordt, ja.
En jij hebt niet zelf beeldmateriaal gebruikt in dit onderzoek of mogelijk in ander onderzoek? Dat hangt heel erg van het onderzoek af. Kijk, een deel van deze vrouw was laaggeletterd, dus die begrijpen bepaalde dingen niet. Ja, dan ga je wel proberen natuurlijk dat uit te leggen door te tekenen, door van alles en nog wat. Garos heeft ook hartstikke veel voorlichtingsmateriaal, dan pak ik dat bijvoorbeeld er eventueel bij. Maar daar moet je ook mee uitkijken dat je niet te veel daarmee stuurt. Bijvoorbeeld als ik een heel filmpje over de geboortezorg laat zien, ja, en ik vraag wat weet je over de geboortezorg, dan werkt dat natuurlijk niet meer. Maar dan probeer ik, dan vind ik, dus dat is ook dat geven dat ik dan achteraf wel dat altijd laat zien en dus geef van daar kan je nog informatie vinden, laten we het nog samen nalopen. Ja. Ja, op die manier. Dankjewel. Fidule, wat de tweede vraag? De tweede vraag gaat over tijd is geld. En zowel Jodit als Feya hebben allebei gezegd, je moet tijd investeren in het onderzoek. En iemand vraagt hier, hoe groot acht je de kans om tijdens een onderzoek extra geld te krijgen voor het bereiken en betrekken van respondenten? Of hoe moet je dat doen? Hoe zorg je dat je voldoende budget hebt om die tijd te kunnen investeren? Ja, en dan gaat het over de kosten voor de onderzoeker of de kosten voor de respondenten? De kosten voor de onderzoeker. Dus die heeft extra tijd nodig om te investeren in het contact met respondenten. Ja, dan gaat het. Je hebt eigenlijk al je budget en je wil gaandeweg je onderzoek, kom je erachter. Oh ja, mijn budget is eigenlijk niet toereikend als ik een heel kwalitatief deel wil toevoegen. Hoe doe ik dat? Ik denk dat deze vraag meer is zelfs nog aan het begin. Van hoe neem je voldoende budget op en zorg je ervoor dat de financier akkoord gaat met die post op jouw budget? Misschien kan ik even kort reageren, omdat het mijn vraag was. Ja. Nee, het gaat me eigenlijk om een project dat gewoon al goedgekeurd is en dat al gaande is. En dat je dan op een gegeven moment denkt van, oké, ik zou toch op bepaalde manieren meer aansluiting moeten zoeken bij mijn doelgroep. En daar ook tijd en daarom ook geld en misschien ook vergoedingen voor moeten vrijstellen. Waar gewoon, wat gewoon niet is binnen het project. En of er dan, of jullie ervaring hebben van, is dat dan mogelijk om daar een goede zaak van te maken, om dat alsnog mogelijk te maken? Dan zou ik proberen aan te sluiten wat er bij zoveel mogelijk wat er al is, wat al lokaal gebeurt. Waar bijvoorbeeld, laten we zeggen, lokaal, als het om moeders gaat, bijvoorbeeld misschien een speelgroep. Hè, dat hoeft jou dan niet meer extra geld te kosten en ook niet meer extra tijd te kosten. Maar daar kan jij gewoon eigenlijk bij gaan zitten. Maar dan moet je, je moet wel contact investeren in het contact met degene die dat natuurlijk runt. En zo kan je dus proberen dan, daar waar je vooraf geen niet voldoende activiteitenbudget bijvoorbeeld voor hebt bedacht, toch nog aansluiten bij datgene wat er is. En ik denk ook, want wat ik ook vaak zie als onderzoeker is, dan wordt er gezegd van, ja, maar we moeten 20 respondenten spreken, maar dan is daar maar heel weinig tijd voor. En dan denk ik, ja, je kan 20 oppervlakkige interviews houden, of misschien 14, 15 heel erg echt in de diepte, dat je echt heel veel ophaalt. Ja, waar investeer je dan in? Ja, dan investeer ik in die 14. Dus dat is het ook. Soms is het aantal zegt helemaal niet zoveel van het aantal mensen dat je hebt gesproken. Vooral als het om kwalitatief onderzoek gaat dan met name. Wat ik zelf, en Feya en ik, we hadden het vorige week nog over. Wat ik zelf vaak zie is dat in een onderzoeksperiode, in de fasering, er vaak heel veel tijd naar het literatuuronderzoek gaat. En dat daar heel veel in geïnvesteerd wordt. En naar mijn idee hangt dat soms ook samen met het koudwatervrees wat onderzoekers hebben. Dat ze het idee hebben dat ze alles moeten weten voordat ze de praktijk ingaan. En ik denk dat daar vaak wel een stukje van af kan. Ja. En dat je iets sneller de praktijk in zou kunnen gaan als onderzoeker. Dan hou je tijd over daarvoor. Dus dat, maar ik heb ook wel ervaring met het op de een of andere manier geld ronselen. Voor een extra opdracht of voor. Er zijn altijd wel ergens potjes. Maar je moet het wel gaan vragen. Ja. Het is altijd mis. Je kan altijd terug naar je opdrachtgever en zeggen: ja, ik mis nu deze groep. En dan wel met een net onderbouwde begroting. Het gaat me zoveel kosten om dat toe te voegen. Is er een manier om daar nog aan te komen?
In de chat. Sorry, er komt nu net een tip van Gera Nagelhout. Die zegt, je kunt wat schuiven in je budget. En je kunt ook nog bij het universiteitsfonds aankloppen. Wat jij net ook zegt, er zijn altijd andere potjes om een beroep op te doen. Ja. Tessa wijst me erop dat we al aardig aan de tijd zitten. Dus we gaan dit afronden. Stel alle vragen vooral in de chat. En dan kijken we het komende half uur dat we daar nog antwoord op kunnen geven. Dan ga ik nu Judith en Faya super bedankt voor jullie bijdrage. Judith kan even blijven. Faya moet door als huisarts. Ik ga het woord geven aan Chandra Verstappen, mijn collega. En zij gaat jullie wat vertellen over de vier belangrijke bouwstenen die wij vanuit VAROS onderscheiden als het gaat om bereiken en betrekken. Chandra. Hoi, Majori, dank je wel. Wat een ontzettend leuk gesprek net. En ik heb allerlei dingen gehoord die ook in mijn verhaal al ook een plekje hebben. Dus daar kan ik dan soms misschien wat langer of wat sneller doorheen. Ik zat net eigenlijk te typen, maar ik kreeg dat niet meer op tijd af voordat ik zelf het woord kreeg. Ik heb gevonden dat er bij het MWO een mogelijkheid bestaat voor een soort aanvullende financieringsmodule voor citizen science. En dat vatten ze behoorlijk breed op. Nou weet ik de details daar echt niet van, dus ik hoop niet dat ik mensen met een dode mus wakker maak. Maar het is wel iets wat ik in ieder geval ga uitzoeken om te kijken of we daar wat meer informatie over kunnen verstrekken. Dat kunnen we dan achteraf nog doen, maar kijk vooral zelf ook even op de financieringsmodule. En dat is wel via dingen die ook met het NWO samenhangen. Dus misschien dat daar ook nog een manier is, want dat is echt tot 15.000 euro per jaar per wetenschappelijke FTE in je onderzoek. Dus who knows? Leek mij nog best een leuk weetje erbij. Nou, sorry. En ik heb mezelf helemaal niet verder voorgesteld. Ik ben Chandra Verstappen, collega van Judith, Majori, Tessa en allerlei mensen die ik nu niet kan zien en die er vast ook zijn. Gudule, Jennifer. Ik werk met heel veel plezier bij VAROS. Inmiddels als senior adviseur en projectleider. En ik hou me vooral bezig met het bereiken en betrekken. Of eigenlijk zeg ik liever altijd het betrekken. En vervolgens dus bereiken van de mensen om wie het eigenlijk gaat. Ik ga mijn scherm delen om door de presentatie heen te gaan. Dan verlies ik jullie altijd uit beeld, vind ik heel jammer. Maar word ik ook niet meer afgeleid door de chat. Dat scheelt dan ook alweer. Ik ga van start. Even jullie een beetje aan de kant. Hopsa. Zien jullie zo mijn presentatie? Ja? Top. Ik wou maar beginnen met jullie twee linkjes en informatiebronnen, inspiratieboekjes te laten zien. Die gaan over bereiken en betrekken. Betrekken en bereiken. Ik probeer het al om te draaien, maar het lukt niet altijd in het spraakgebruik. Het eerste is natuurlijk ons strategisch document. Aanpak van terugdringen van gezondheidsverschillen en daar de 9 principes die werken om dat ook de aanpak effectief te maken. Ik ga niet al die 9 principes langslopen, maar we hebben vorig jaar 1, en ik noem het maar gewoon de belangrijkste, eruit gehaald, namelijk werkzamen met de mensen om wie het gaat. En daar hebben we een whitepaper over geschreven met heel veel collega's, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, nationaal en internationaal. Maar ook aangevuld met veel ervaringsverhalen, onder andere ook van Judith bijvoorbeeld. En van allerlei andere collega's die op verschillende vlakken aan het werk zijn. Deze informatie is altijd iets breder dan alleen maar voor wetenschappelijk onderzoek. Dat zeg ik er vast bij. Dus soms als je het leest, dan denk je, dit gaat misschien wel erg over gemeentes. Of dit gaat erg over interventieontwikkeling. Maar de principes die eronder liggen over betrekken en bereiken. Of over de houding die het vraagt van onderzoekers in dit geval. Die geldt ook daarbuiten natuurlijk. Dus het is heel goed te vertalen. Dat vind ik nou zo gek. Waarom bereiken en betrekken? Nou, eigenlijk gewoon heel eenvoudig. Het is cruciaal om tot een effectieve aanpak voor gezondheidsverschillen te komen, in de bredere zin van het woord. En als ik dat
trechter naar waar we het vandaag over hebben, is dat de betrokkenheid van deze mensen in alle fases van onderzoeken of verbetertrajecten gewoon maakt dat beleid en interventies beter zijn en effectiever zijn. En natuurlijk, inclusief onderzoek met echt representatieve uitkomsten speelt daarbij een ontzettend belangrijke rol. Het is namelijk heel vaak de basis voor beleid of interventies, omdat we graag op basis van wetenschappelijke inzichten tot ontwikkelingen komen. Ik wilde eigenlijk beginnen met een sheet waarvan het, als jullie hem zien, hoop ik dat jullie allemaal denken, nou, daar zit zo'n dame van Faros te praten over toegankelijke, makkelijke informatie en helder en kort. En deze sheet staat vol met informatie, maar toch heb ik hem zo opgenomen, omdat we in de vorige bijeenkomst zijn van verschillende kanten vragen gekomen die eigenlijk gaan over, kan ik mijn respondenten wel indelen naar herkomst? Ik dacht, daar begin ik mee, omdat het een vraag is die onder veel mensen leeft en op zoek zijn naar een antwoord over hoe kan ik respondenten indelen naar bijvoorbeeld etniciteit of land van herkomst. In een rapport van de Wetenschappelijke Raad is daar eigenlijk een standpunt over geformuleerd en die hebben dat in een rapport neergelegd waar het gaat over migratie en klassificatie. Allemaal hele niet zo erg B1 woorden die ik hier dan toch maar gebruik. Op het gevaar af dat het lijkt alsof ik uit eigen werk voordraag, dat is niet zo. Dit komt dus uit dat WRR-rapport. Maar klassificeren naar herkomst kan wel degelijk. En het is gerechtvaardigd als het aan een aantal eisen voldoet. Namelijk dat het een legitiem doel dient. Dat het ergens toe bijdraagt, dat het tot een verbetering leidt, dat het niet zomaar is omdat je nou eenmaal kan klassificeren. Dat het aantoonbaar bijdraagt aan het doel wat je hebt met jouw onderzoek. En dat het doel niet op een andere manier te bereiken is. En dat de voordelen van klassificatie opwegen tegen de negatieve effecten. Want die zijn er natuurlijk best van het, als je mensen gaat indelen naar etniciteit of land van herkomst. Dus dan heb ik het over respectievelijk legitimiteit, functionaliteit, subsidiariteit en proportionaliteit. Daarnaast zijn er nog een aantal eisen waaraan vervolgens die clusters of die terminologie aan moet voldoen. Dus ze mogen niet al te algemeen zijn. Ze moeten voldoende verfijning bieden. Ze moeten continuïteit bieden, dus dat je er steeds weer op terug kan vallen. En ze moeten ook voor zo min mogelijk verwarring zorgen. Daarnaast heb je nog de eis dat de termen zo min mogelijk moeten uitsluiten, geen negatieve associaties op moeten roepen en zoveel mogelijk nevenschikken in plaats van rangschikken. Als je op plaats 1, 2, 3 en 4 bijvoorbeeld de cijfers over criminaliteit in de binnenstad van, op het platteland van Friesland gebruikt, dan is het natuurlijk al snel zo dat het dan lijkt alsof een groep dat slechter doet dan een andere. En daar is een andere manier voor. Faros roept heel erg op tot aanpassing van de termen in de gezondheidszorg die we daar gebruiken. En wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij dat WRR-rapport. En overigens zijn wij daar ook lerend in. En soms vergeten we dat zelf ook wel eens. En het is gewoon soms, voelt het ook wat formalistisch misschien. Maar dat is de fase waarin we volgens mij op dit moment zijn. Er zijn ook dilemma's. Als je alleen maar mensen indeelt op geboorteland bijvoorbeeld. Als je het hebt over de hogere prevalentie van diabetes onder bepaalde groepen mensen van de Surinaamse afkomst. Dan is dat eigenlijk weer te breed. Want het is weer heel specifiek voor speciale groepen binnen de Surinaamse mensen uit Suriname bijvoorbeeld. En helemaal niet alleen maar bij de mensen vanuit Suriname. Maar dan gaat het over hun achtergrond. Namelijk bijvoorbeeld de Hindoestaanse achtergrond. Nadat je een keuze hebt gemaakt op basis van deze richtlijnen, blijft het heel erg belangrijk hoe presenteer je je onderzoek en de uitkomsten ervan. In die zin zijn de cijfers niet neutraal. Het is goed om je bewust ervan te zijn dat er ook mensen mee aan de haal kunnen gaan. Dus dat die cijfers plotseling een politieke context krijgen die jij nooit bedoeld hebt. Dus het is goed om daar in ieder geval vooraf over na te denken en daarop voorbereid te zijn.
En ik dacht, misschien is het wel een goed moment om even te kijken of er vragen over zijn in de chat. Omdat de vorige keer waren er best wat vragen over. Ik heb nu 0 vragen, Chandra. Dus dit was super helder. Nou, is dat even fijn. Ga ik door. De vorige keer heeft Gudule een prachtige indeling voor haar verhaal aangehouden. Namelijk de fases van onderzoek die je hier in beeld ziet. Die ik niet allemaal ga opnoemen natuurlijk. Maar het is in ieder geval duidelijk geworden dat het betrekken en het bereiken van mensen in kwetsbare situaties kan. En dat het eigenlijk ook lukt. Als je maar, net zoals Jo dit heel expliciet maakte, weet dat het soms moeilijker is. Of dat je flexibel moet zijn. Dat het soms niet in één keer lukt, maar dat je er tijd voor moet hebben. Maar in principe lukt het goed. En in alle fases moet je inclusief bezig zijn. En de mate waarin mensen betrokken kunnen worden, kan natuurlijk wel verschillen. Het is niet zo dat je overal hoeft te spreken over co-creatie in de zin van medebeslissen, dus de hoogste trap in de participatieladder. Maar afhankelijk van de fase van je onderzoek en het onderzoek waar je mee bezig bent, kun je kijken op hoe je de inclusiviteit vormgeeft. En ook herhaal ik de boodschap van Gudule. Het lijkt allemaal, het zijn echt prachtige hokjes. En alsof je zo van fase 1 is klaar. En dan hop, dan pas kun je naar fase 2 enzovoort. Maar zeker als je op een participatieve manier aan het werk bent. Of actiebegeleidend onderzoek doet. Lopen die fases natuurlijk veel meer door elkaar. En zijn er ook aanpassingen onderweg mogelijk. En juist dat vraagt een lerende opstelling van de onderzoeker. En dat maakt ook het makkelijk om aan gelijkwaardigheid te werken. Want als je zelf aangeeft dat je ook leert van wat je hoort en dat je daarop aanpassingen ook doet, dat maakt het uiten van gelijkwaardigheid een stuk makkelijker. Even kijken, dan ga ik door naar de volgende. Bereiken en betrekken in onderzoek. Hoe doen we dat dan? Pharos heeft 4 bouwstenen ontwikkeld. En die, zoals ik waar ik ook eigenlijk mee begon, die spelen ook op het moment dat je het hebt over beleidsvorming of interventieontwikkeling of bij succesvolle implementatie. Deze bouwstenen die helpen ook in het doen van inclusief onderzoek. Eigenlijk is het zo dat je ze als een soort checklist kunt gebruiken in elke fase van je onderzoek. En soms heb je dingen al gedaan, dan hoef je ze niet nog een keer te doen. Maar het is heel belangrijk om elke keer te kijken, klopt het nog? Heb ik met al deze aspecten rekening gehouden? Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in elke fase vraagt, praat ik nog steeds met de goede groep mensen? Past de groep mensen die ik nu voor me heb bij het doel wat ik in deze fase wil bereiken? Contact maken hoeft misschien niet elke keer opnieuw, maar contact onderhouden zeker wel. Dat moet je volhouden om gewoon de band te houden, om te zorgen dat de mensen zich vertrouwd voelen, om voor gelijkwaardigheid te zorgen enzovoort. We hebben ook heel bewust gekozen voor het woord bouwstenen en niet ook voor fases. Dat was natuurlijk, er worden al veel dingen fases genoemd, dus dat was dan sowieso misschien niet zo handig geworden. Maar fases suggereren heel erg een volgordelijkheid en dat is hier eigenlijk niet zo. Bijvoorbeeld, om goed te kunnen verkennen moet je natuurlijk ook contact maken. Maar om contact te maken moet je ook weer kunnen aansluiten. Ik heb daarbij en bij Feya en bij Jo dit hele mooie voorbeelden van gehoord. En het is heel belangrijk om mensen weer te betrekken bij de verkenning. Dus je hebt eigenlijk al die verschillende bouwstenen kun je verdienen ook de aandacht in alle acties die je onderneemt. Oh, god, wat doe ik nu? Ik ga ineens helemaal naar het eind. Oh. Sorry jongens. Ik heb deze. We hebben ondertussen gedacht, anders dan blijf ik de hele tijd zo praten, wilden we een poll onder jullie uitzetten, waarbij we aan jullie willen vragen wat jij als grootste barrière ervaart om tot een inclusieve onderzoeksopzet en respondentengroep te komen.
Eigenlijk wilde ik hem maar beperken tot een inclusieve respondentengroep. Ik denk, anders dan stel ik twee vragen in één. Dus we houden het op de inclusieve respondentengroep. Ik ga de poll lanceren. Daar zijn een vijftal mogelijkheden. En ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat komen. Er zijn 135 mensen aanwezig. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. De mogelijkheden zijn, ik heb er geen tijd voor. Mijn collega's zien de noodzaak ervan niet. Mijn opdrachtgever ziet de noodzaak niet. Ik mis de vaardigheden. En ik heb geen toegang tot de mensen in een kwetsbare situatie. De doelgroep. Nou, met stip op 1, ja, dat is wel verwacht, maar er zijn twee dingen die er nu uit gaan springen. Ik hou de spanning er een beetje in. Ik laat hem nog heel even doorlopen. Hoeveel hebben we? We zijn met 140. We zijn nu zo aan 60, 90. Nog heel even doorlopen. Er tekenen zich wel twee winnaars af. Ik denk dat ik de poll, ik tel nog even van 5 naar 1 en tel ik hem af. 5, 4, 3, 2, 1. En dan ga ik hem sluiten. En de resultaten delen. Als het goed is, zien jullie die nu? Klopt dat? Ja? Fijn, want dat kan ik namelijk hier niet zien, dus dat vind ik altijd heel lastig. Ik zie me twee punten die eruit komen, maar met stip op 1 is, ik heb geen toegang tot mensen in een kwetsbare situatie, de doelgroep. En de tweede is, ik heb er geen tijd voor. Is even denken, hoe zal ik hier... Ik denk dat het belangrijk is om aan te geven dat ik heb geen toegang tot mensen in een kwetsbare situatie. Dat betekent, daarmee zeg je eigenlijk, de netwerken komen niet overeen. Ik heb bewust ervoor gekozen om niet te zeggen, ik kan ze niet vinden of ze zijn moeilijk te bereiken. Want daarmee leg je eigenlijk het vraagstuk bij de mensen neer, alsof die heel bijzonder zijn. En het zijn eigenlijk hele gewone mensen die alleen in een andere omgeving leven als die van jou. Dus het is zaak te zorgen dat die netwerken gaan overlappen. En daarnaast is het belangrijk om bewust te zijn van onbewuste exclusie in je eigen onderzoeksopdracht of in je eigen vraag. Op het moment dat je bijvoorbeeld aangeeft dat mensen Nederlands moeten kunnen spreken of dat mensen met comorbiditeit uitgesloten zijn. Dat zijn heel gebruikelijke voorwaarden in medisch onderzoek bijvoorbeeld. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel dat je een hele grote groep bij voorbaat al uitsluit. Even nog los van of je zelf geen toegang hebt. In de voorbereiding heb ik ook gehoord, maar ik weet daarvan, ik kwam er net iets later in vanwege een eerder webinar. Weet ik niet precies, niet zeker of Jodit dit voorbeeld al genoemd heeft. Maar als het doel is om op te halen wat nodig is voor goede geboortezorg voor bijvoorbeeld Eritrese vrouwen, dan is het echt belangrijk om te overwegen een tolk in te schakelen als je zelf de taal niet spreekt. Want anders dan mis je juist de groep die te weinig of te laat bij de verloskundige komt. In ieder geval naar het oordeel van op basis van de uitkomsten van zorg en het oordeel van de professionals. Dus zo zijn er wel dingen die bij voorbaat al maken dat het lastig is om toegang te hebben tot de doelgroep. Even kijken hoe dit werkt. Dit kan nu weg. Ik heb eigenlijk nog een tweede poll die ik graag aan jullie wilde voorleggen. Die komt er nu aan, hoop ik. Ik was wel benieuwd wie er minder aan jouw onderzoek meedoen dan je eigenlijk zou willen. Daar ben ik ook benieuwd naar welk beeld dat bij jullie oplevert. Wacht, poll 1. Ik moet nog een andere poll kunnen vinden. Poll 2. Launch polling. Het is een hele lijst. Mensen die lang geen werk meer hebben. Mensen met een migratieachtergrond. Mensen met psychische problemen, lichamelijke beperkingen. Met schulden. Moeite met lezen en schrijven. Eenzaam. Mensen met een lage 6 in bredere zin.
Ik ben heel benieuwd. Eens kijken. Het is een lange lijst, hè? Dus het duurt even voordat het, de alle mogelijkheden doorgenomen zijn. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Dus er ontstaat langzaam een top 3. Even kijken, 30, 50, 70. Ik wacht tot ik 75% van de... Er zijn nu nog 126 mensen... Nog heel even, maak je keus. Ik heb hem gesloten, ik zal de resultaten delen. De belangrijkste groepen zijn mensen met een lage 6 en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en mensen met een migratieachtergrond. Ik ga hier op dit moment niet heel erg verder diep op in, omdat ze in de volgende sheets vanzelf aan de orde komen. En ik heb gezien dat ik eigenlijk nog maar 5 minuten heb, kwam Tessa mij net vertellen. Dus ik ga snel door naar de volgende sheet. Het is in ieder geval heel belangrijk om, ik ga beginnen bij de eerste bouwsteen, om je doelgroep goed te verkennen. En dat doe dat al bij je projectidee. Dus maak niet eerst je eigen projectidee, ga dan aan de slag en wil rondom dat projectidee aan de slag. Maar doe dat al vanaf de eerste fases. Ik heb rechtsbovenin een beetje aangegeven in welke fases welke onderdelen aan de orde komen. En dat checken van het projectidee kun je op inhoud doen. Dus ik heb een idee en sluit dat aan bij wat jullie denken. Levert dat inderdaad een probleem op enzovoort. Maar kan ook gaan over de methode en de werkwijze die je moet kiezen. Bijvoorbeeld om nog meer mensen te bereiken en te betrekken. Om te weten welke wijk je aan de slag kan, kun je bijvoorbeeld heel goed kijken waar zitten die wijken precies. En dat kun je vinden op waarstaatjegemeente.nl. Daar zit een slide specifiek over gezondheid en gezondheidsvaardigheden. Voor de werving, ik denk dat dat de kern van de vraag is van vandaag, is het heel erg belangrijk, en Judith heeft het ook al aangegeven, ga naar de plekken waar de mensen uit de wijk veel graag komen. Naar het buurthuis, de peuterspeeltuin, naar de speeltuin, is ook letterlijk al genoemd door Judith, het gezondheidscentrum. Daarbij is het belangrijk om de vertrouwensrelatie op te bouwen. De tijd daarvoor die dat kost, is ook al aangehaald, hoef ik ook niet heel diep op in te gaan. Uiteindelijk blijkt dat het persoonlijk contact belangrijker is dan de informatiebrief over je onderzoek. Dus zorg eerst voor dat persoonlijk contact en daarna ga je verder. Wees laagdrempelig. Zorg voor de juiste voorwaarden, dus over vergoeding, reiskosten, een heldere uitleg over onderzoek en voorwaarden, gezelligheid, niet te vergeten. En ik hoorde Judith ook al over snowballing. En daarbij wil ik wel graag aantekenen dat ook snowballing en vooral respondent-driven sampling echt ook wel wat van jou als onderzoeker vraagt om het goed te doen. Er zijn programma's voor, je moet heel goed weten aan wie ga je wat vragen. Dus besteed daar ook genoeg aandacht in bijvoorbeeld de begrijpelijkheid en de eenvoud. En zorg dat de mensen zorgen dat er op de juiste plek gevraagd wordt naar deelnemers. Ontzettend belangrijk en ik vind het ontzettend leuk om te zien dat mijn collega's Judith en Feya daar echt wel exemplarisch voor zijn. De houding en attitude is super belangrijk. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn, oprecht nieuwsgierig en bewust zijn ook van de mogelijke impact op respondenten over wat je eigenlijk van ze gaat vragen. Dus, want dat maakt dat je vooraf bijvoorbeeld ook al nadenkt over nazorg. Wees flexibel. Ook een belangrijke. Er zit veel herhaling in, merk ik, met wat er net allemaal is gezegd. Je kunt intermediairs inzetten natuurlijk. Taalambassadeurs zijn er, kun je via Stichting ABC vragen. Ervaringsdeskundigen, sleutelpersonen, ze zijn eigenlijk allemaal aan de orde gekomen. Wat er wel heel erg belangrijk bij is, is dat intermediairs heel vaak regelmatig worden ingezet en dat ze ook regelmatig overbelast zijn. Dus maak helder
wat je van ze wil, wijkt daar ook gedurende het onderzoek niet van af. De mensen die je betrekt, tenzij je daar natuurlijk nadrukkelijk over overlegt, maar het is heel fijn voor mensen om te weten wat ze moeten doen en hoeveel tijd ze dat zal kosten. Ik zal zorgen nog over de betaling van sleutelpersonen. Daar ga ik nu even niet op verder, want dat bedrag mogen mensen aangeven, maar er zijn ook een paar haken en ogen aan, of een haak en oog aan. En dat zal ik nog in de chat zetten na afloop, zodat jullie dat ook nog kunnen zien. Werk samen met de mensen. Het hoeft niet in alle fasen even intensief te zijn. Daar ben ik eerder al op ingegaan. En zoek naar een manier voor gelijkwaardigheid. Door te achterhalen, wat willen mensen die je helpen graag leren? En bied iets aan wat daarbij past. Dus stel dat je de PhotoVoice als methode, die heb ik straks in de slide staan, wil gebruiken. Nou, dan kun je mensen, die kun je ook al heel erg blij maken door ze een hele korte cursus, hoe maak ik foto's met mijn iPhone op een goede manier, te geven. Iedereen blij, zij maken prachtige foto's, het geeft waardering en ze kunnen het ook buiten het onderzoek verder gaan proberen. Je kunt ook, er zijn natuurlijk verschillen in betrokkenheid van de mensen uit de doelgroep. Als je de data wil gaan analyseren, kun je bijvoorbeeld heel goed samen met vertegenwoordigers van de doelgroep aan de slag. Maar afhankelijk van jouw vraag en je onderzoek natuurlijk ook met de mensen in kwetsbare positie zelf. Herkennen ze wat je hebt gezegd? Dus dan kun je heel goed de uitkomsten spiegelen die je hebt gevonden. Zorg er ook voor dat de methode en methodieken die je gebruikt om informatie op te halen of om te analyseren, dat die passen bij de mensen. PhotoVoice is er één van, die noemde ik al. De leefplekmeter, dat is een hele makkelijke manier waarbij je met mensen door de wijk loopt en met ze praat over wat vinden zij in de wijk. Natuurlijk de Participatory Learning and Action methode, waarbij je met veel beeld en in een bepaalde verhouding die goed recht doet aan gelijkwaardigheid van onderzoekers en deelnemers, zet dat in, kan in alle fasen van het onderzoek gebruikt worden, ook bij analyse. Ze hebben ook vragen langs zien komen over het bevragen en in contact zijn met mensen in coronatijd. Dat is natuurlijk altijd wel wat lastiger. Tessa doet bijvoorbeeld onderzoek met daklozen. Die zei, ja, misschien gaat beeldbellen niet, maar je kan ook wel gewoon bellen. Het is niet een wet van mede en perzen dat je mensen moet zien. Dat is natuurlijk fijn, maar als het niet kan, dan kan het niet. Wees creatief en zoek andere manieren om daarmee om te gaan. En ik weet dat je, als je bij buurthuizen vraagt of je terecht kan, ze hebben vaak hele grote ruimtes waar je met inachtneming van de 1,5 meter wel degelijk met niet al te grote groepen live in gesprek gaat. En als je toch digitaal iets wil doen, er zijn programma's, je kan gewoon via WhatsApp met een kleinere groep beeldbellen. En er zijn videobelprogramma's die makkelijker zijn dan Zoom en Teams, waar mensen echt niks hoeven te doen, die het gewoon een web-based iets, alleen maar een linkje hoeven aan te klikken en dan zijn ze er gewoon. Dat soort dingen zijn handig om te weten en toe te passen. Ik denk dat ik deze slide oversla, omdat die uit het gesprek heel erg al naar voren zijn gekomen. Ik denk dat we het daar uitgebreid over gehad hebben. Mochten er vragen over zijn, zet ze dan vooral in de chat, dan kan ik daar nog op ingaan. En dan heb ik nog een paar aandachtspunten in de samenwerking. Je moet vooral niet samenwerken om het samenwerken. Dan kun je het eigenlijk beter niet doen. Daar worden mensen niet blij van, daar word je zelf, haal je niet de informatie op die je graag wil. Participatie van mensen is niet, ik heb ergens een gesprek gehad met mensen en gevraagd wat ze ervan vonden. Zo, nu heb ik het geregeld, die participatie in mijn onderzoek. Dan is het geen samenwerken. Dus het gaat echt over wat meer dan dat. Zorg voor een goede balans tussen wat je vraagt en wat je te bieden hebt. Zorg voor een volwaardige, gelijkwaardige samenleving. En koppel vooral ook resultaten terug. En daar wilde ik wel nog heel even bij stilstaan. Het is echt mogelijk om... Zorg dat mensen weten wat je hebt gedaan met hun verhaal. Dat is gewoon terugkoppelen naar de mensen zelf. Maar het is ook echt wel heel erg leuk om te zoeken naar manieren om op een laagdrempelige manier, begrijpelijke manier, informatie te delen. Je kunt
zelfs een wetenschappelijk artikel schrijven op een heel eenvoudige manier die toegankelijk is op B1-niveau. Betrek alleen de mensen om wie het gaat daarmee. Maria van der Muizenberg, jullie hebben haar de vorige keer gehoord, heeft een prachtig artikel geschreven samen met Dikkie en nog een andere collega over het onderzoek wat zij deed over begrijpelijke informatie over corona bijvoorbeeld. En dat is een prachtig artikel. In de chat zullen jullie de link vinden. Dus het kan wel degelijk. Het kost dus alleen weer tijd en moeite. De laatste is de nazorg, waar ik aandacht aan wil besteden. Maar volgens mij is die ook door Jodit genoemd. Je kunt mensen over hele persoonlijke dingen spreken die mensen erg raken. En zorg dan dat je hoeft niet zelf natuurlijk de vraagbaak te zijn, maar zorg dat mensen weten waar ze terecht kunnen. Als ze problemen hebben naar aanleiding van het onderzoek wat je doet. Wat er al te vinden zijn een aantal linkjes. Er is nog ook een mooi artikel van Maria over Giving Voice to the Voiceless. Daar staan ook een heleboel van deze punten in. Dit artikel gaat over mensen met een migratieachtergrond. Maar het geldt eigenlijk voor iedereen, los van tolken misschien. Maar verder geldt veel van de punten voor iedereen. Ik denk dat dit het was. Misschien zijn er mensen die mij nog een vraag zouden willen stellen. En dan ben ik klaar. Chandra, ik heb uit de chat drie vragen. Ja. Ik begin met de laatste, dat is die van Amanda. Die vraagt, kan het zijn dat als je intermediairs inzet, dat als je steeds dezelfde intermediairs gebruikt, dat je steeds een bepaalde subgroep toch weer mist? Ik denk dat het een gerede kans is. Dus het is goed om je daar bewust van te zijn. Natuurlijk ook weer afhankelijk van je onderzoeksvraag elke keer. Maar ik denk dat het heel goed kan zijn om dus bij je vragen aan die tussenpersoon steeds ook te vragen van, goh, met wie kan ik nu nog meer praten? Wie is dat? Het kan ook heel goed helpen. Ik heb dan een ervaring op mensen bevragen over digitale zorg. Om dan aan een andere professional dan die sleutelpersoon die je heel vaak spreekt te vragen van, goh, nou, ik heb nu met die en die gesproken. Zijn er nog meer mensen met wie je kan spreken? Zie, ik heb nu het idee dat mensen hier en hier en hier komen. Zijn er nog andere plekken waar mensen naartoe gaan? Dus wees je er bewust van en onderzoek of je bij anderen terecht kan komen. Ja. Mag ik hier aan toevoegen, dat vind ik zelf een erg leuk voorbeeld, is van collega Naima, die deed onderzoek naar rokende vrouwen met een lage sociaal-economische status en die kon maar niet aan respondenten komen. En die is uiteindelijk in een winkelcentrum in een achterstandswijk, heeft ze gewoon rokende vrouwen achter de kinderwagen of rokende vrouwen met een dikke buik aangesproken. Ja. En heeft op die manier dus haar respondenten geworven voor haar onderzoek. Nou, dan ben je wel echt random bezig. Ja. Ik heb ook nog een ander leuk voorbeeld wat over iets heel anders gaat. Het gaat over participeren in groen in de wijk. Meedoen aan groene initiatieven in de wijk. En daar wilden mensen iets weten over wat vinden mensen in de wijk. En dat lukte ook niet zo goed, zeker niet in coronatijd. Ook daar, het winkelcentrum was een mooie plek. Het was een aardige dag. En daar zijn mensen met een opvallende fiets gaan staan met een vlaggetje erop en een grote bak met kleine plantjes. En iedereen die zich aanmeldde om mee te doen, om in beeld te brengen, wat vind je eigenlijk van je eigen wijk? En dan de vragen uit dat onderzoek te doen. Die kregen een plantje en daar konden de mensen mee in gesprek. Dus het was ook, ja, wees creatief. Verzinnen een manier om met mensen in gesprek te raken. Ja. Ik heb nog twee andere vragen, waar misschien ook Jodit en Fea nog even een antwoord op willen geven. Er waren vrij veel vragen in de chat over het gebruik van tolk. Dus daar hebben Jennifer en ik al wat tips voor gegeven in de chat. Maar hoe beïnvloedt het gebruik van een tolk de relatie met je respondent? Misschien, Jodit, wil jij daar iets over zeggen? Als je met een tolk werkt, ik denk dat het goed is om je altijd te realiseren dat een tolk ook vaak op een hoog taalniveau sowieso spreekt. Hè? Dat niet altijd betekent dat een tolk ook dan, hij vertaalt wel, maar dat kan nog steeds vrij ingewikkeld zijn. Dus let daar ook goed op. Als je het gevoel hebt, ondanks de tolk, deze persoon begrijpt mij niet, nou, dan gaat het al eigenlijk niet goed.
Maar ja, het is goed om afspraken van tevoren met tolken te maken. Want tolken kunnen ook vrij soms sturend zijn, ook in hoe ze een vraag formuleren. Dus het is vaak goed om met tolken te werken waarvan je goede ervaring mee hebt. Maar liever nog zou ik zeggen, ik train sleutelpersonen, werk met sleutelpersonen. Omdat sleutelpersonen je ook net iets meer informatie geven dan tolken. Omdat tolken slechts zich echt beperken tot letterlijk vertalen van wat je hebt gezegd. Maar een sleutelpersoon kan je nog meer informatie geven. Over de context, over wat meer de achtergrond van een aantal dingen. Dus die vertaalt ook heel veel tussen de regels door. En ook daar moet je goede afspraken over maken van tevoren met elkaar. Nou, ik wou er nog wat op aanvullen, Judith. Want ik denk dat een sleutelpersoon kun je als tolk. Ik vind ook dat ze kunnen verschillende rollen gewoon hebben in het onderzoek. Dus als tolk optreden, maar eigenlijk ook als informatiebron. En ook wegwijzer naar andere plekken misschien wel dan waar je aan gedacht hebt. Dus een sleutelpersoon is echt goud waard. Ja, eigenlijk bijna meer een onderzoeker dan een tolk. En het is ook mooi, denk ik, om in het contact te leggen met respondenten de tolk ook al mee te nemen in het proces. Ja. Maar ook helemaal vanaf het begin bijvoorbeeld, dat je je vragen nog scherper kunt formuleren bijvoorbeeld. Ja. Ja. In de tijd denk ik dat we wel moeten. Ja, ik denk dat we moeten stoppen. Aantal deelnemers ook teruglopen. Ik wil in ieder geval Chandra, Judith en Faya heel erg bedanken voor jullie bijdrage. Mayori ook. En Gedule en Jennifer bedankt voor het beheren van de chat. Heel fijn dat tussendoor al heel veel vragen zijn beantwoord. Ik wil iedereen bedanken voor aanwezigheid, ondanks het mooie weer. Ik hoop dat jullie zo nog even van het zonnetje kunnen genieten. Er is nog heel veel over bij te praten. En dat gaan we ook doen. Volgende webinar staat gepland op 29 juni. En die heeft als focus begrijpelijke onderzoeks in materialen maken. Dus bijvoorbeeld vragenlijsten. Waar moet je op letten als je een vragenlijst maakt of als je een toestemmingsformulier maakt? Dus we hopen je dan daar weer terug te zien.